Nee, wacht! Nee, jalle, jalle. Nou, we zijn het dorp uit. Wow! Zo'n ding! Wow! Hij trilt, heel de brug trilt. Oh, we gaan bijna 40 km per uur, gast! Ja, oh, en meiden, en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Goedemorgen! Doe eens in koor. Goedemorgen! Zo, het lijkt wel alsof jullie allemaal helemaal geen zin in hebben vandaag. Nee, niet. Kijk eens even jongens, een heerlijk ontbijtje is hier klaargemaakt door, ik denk niet Jelle Gist, zal vast wel de meiden gegaan zijn. Ho, 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 ik was het! Wat jij, hè? Ik heb voor de eerste keer boodschappen gedaan. Echt? Voor de eerste keer. Oh ja, tuurlijk. Betaald, hè? Oh ja, zo! Kijk eens, een lekker croissantje, broodjes uit de oven, fruitje. Heb je ook zelfs het fruit geregeld? Yep. Echt? Ja. Vraag een ja, maar kom op, ik heb echt alles gepikt deze keer. Ik kwam wel met het idee. Ja, ja, dat moet kunnen. Maar let op jongens, let op. Kijk. Oh. Oh. Mmm. Lekker, Knutie. Ja. Wil je eitje? De knaalbakers, daar komen ze. Oké, Jelle, gooi een stunt van het trapje af. We hebben hier een trapje in de tuin. Komt-ie, let's go. Oh, deze was heel matig. Ik had echt een zieke stunt verwacht, maar dit viel er reuze mee. Volgens mij fietst het helemaal niet lekker ook op het gras, of wel? Check dit. Wat? Doe een wheelie. Hop. Hoppa. Bluff dat je over dit randje heen rijdt en dan eraf komt. Probeer. Okay. Over dit randje. Niet met de risico, hè? Niet met accu en al in het water vallen, dan is die kapot. Komt ie! Oh, oh, oh. Oké, okay, dat ging maar net goed. En nu die kant op. Ja, nu langs heel de vijver zo. Durf je dat? Dan moet je echt in de rechte lijn fietsen, hè? Wat als hij erin valt? Ja, dat is wel kut. We krijgen als het goed is een nieuwe, dus... Dus eentje kan. Is dit een dom idee? Ja, dat is zeker een dom idee. Gaat hij op de rand? Gaat hem dit lukken of niet? In één rechte lijn fietsen. Ik durf het niet. In één rechte lijn. Ik durf het niet. Als je eraf wil, kan je eraf. Dan kan je naar links gewoon. Je moet gewoon naar links. Dus niet meer als je niet meer durft, moet je naar links. Oké, okay, wacht. Okay. Help even dan. Help iemand. Let op. Je moet niet remmen, want je kan je voeten niet op de grond zetten. Nee. Oké, okay, help ja. Oké, okay, maar help. En kijk uit voor je hoofd. Oké. Okay. Help, blijf helpen. Nee, wacht! Nee, ja, nee, ja, help ons ook. Oh, nee! Ik ga vallen. Dit is helemaal niet. Ja, wel, dit is onmogelijk. Nee. Dit kan niet. Het zou echt zonde zijn als zo'n knaapijk erin valt, want die dingen zijn super leuk juist. Ik zag dus laatst ook iets op voorbij komen op Instagram van een Porsche fiets. Dus ik dacht, nou, ik ga even kijken hoe duur het was. Super gaaf met dat logootje erop en zo. Elektrische fiets. Ik wilde hem niet kopen, maar ik was gewoon benieuwd. Drie keer raden, hoe duur was die? Drie keer raden. 3000 euro. 10.000 euro voor een fiets. 10.000? Moet je ook nog zelf trappen? Ja, hij is wel elektrisch. Duurder dan mijn auto. Kan je naar een Porsche fiets heb je dan? Dat is toch ongelooflijk? Deze dingen zijn trouwens 3,5 ongeveer. Top ding, als je in de stad woont. Ja, sowieso. Nou ja, maar dan heb je wacht het risico dat ze gestolen worden. Ja, je moet ze wel binnen kunnen zetten. Nou, er is weer een fantastisch idee. Ja, we zitten dus op de fiets en we hadden net het idee van we hebben laatst gereden tot de auto op was, de tank. Maar deze dingen kunnen dus ook blijkbaar 120 kilometer, zeggen ze. Ja. Dus wij willen nu eigenlijk, ze zijn helemaal volledig opgeladen, testen tot hoe ver we kunnen komen als we gewoon op de fiets gaan rijden. Want het is heerlijk weer. Dus jij wilt eigenlijk richting Oude Tomme, waar je ouders wonen. Ja, kijken of we dat eens zouden halen. Ja, 120 kilometer. Ja, je zou precies de verkeerde kant op. Ja, we moeten eerst even langs de supermarkt. Even een krantje halen. Ja. Even een krantje halen. Onderweg. Er staat namelijk iemand in. Hey. Dan heb ik al gelezen. Plan de campagne. We staan helemaal klaar. Neem je serieus een kussentje mee? Ja. Er zit zo 3 uur op de fiets. Ja. Oh, die is wel een beetje, ja. Wat? Oké, okay, nou jongens, we gaan dus inderdaad met de knaalbikes hier, zo de elektrische fietsen, gaan we lekker fietsen. En denk je dat we het gaan halen tot mijn ouders? Dat is dus ongeveer 55 kilometer. Dat hoop ik al, want ze hebben een groot probleem. Ja, dan hebben we echt een groot probleem. Ja, want dan staan we stil. Dit gaat echt een heel dom plan worden. Gelukkig gaat het geen 5 uur s'nachts worden. Kijk, trouwens, dit bedoel ik jongens. Moest even de krant halen, kijk eens wie erin staat. Gio heeft het goed voor elkaar. Potverdorie. Volgens Gio Lato heeft het goed voor elkaar in zijn villa. Op de oprit staan een Porsche en BMW en in de inpandige garage met glaswand prijkt zijn rode Ferrari. En kijk, Lilo en Pipi in de krant. Dit is toch prachtig. Zelfs het aquarium hier, de studio. Heel gaaf allemaal dit. Kussens gaan toch niet mee, is toch gezeik. Is niet handig op de fiets. Deur dicht en wij zijn ready. Oh jee. Die fles? Ja hoor, mag ik jouw fles? Ja hoor. Wat? Oh, oké. Okay. Nou, let's go. Nou, zeg maar, doei tegen het huis. Daar zijn we voorlopig even nog niet bij terug, denk ik.
Wij zijn onderweg! Hey, jongens, dit gaat echt een eindeloos lange fietstocht worden, denk ik. Ik heb hier de navigatie. Oh, hier naar links! Links, links! Sorry, ik moet navigeren. Kijk, er staat hier dus 2 uur en 59 minuten op de telefoon dat we het doen om ongeveer bij mijn ouders te komen. Nou, het is eigenlijk gewoon een vlucht naar... Naar Spanje. Naar Madrid. Ja. Klopt. Je zou ook het vliegtuig in kunnen stappen, dan zit je in Madrid inderdaad. 3 uur lang dus. We zouden eigenlijk om 6:30 vanavond aan kunnen komen. Maar de vraag is dus, gaat de fiets het halen of niet? We kunnen sowieso niet heen en weer. Dat gaan we sowieso niet halen. Rechtdoor? Maar erheen, ja, rechtdoor. Dat moet wel lukken. Zo, denk je. Een speaker moeten meenemen. Ja, muziek eigenlijk, hè? Oké, het is 15:20. Zijn we weggegaan? 15:20, 4:10. Ja, 6:30 komen we dus aan. Ik denk eerder. Denk je eerder? Ja, want we hebben ook tussenstoppen, hè? Oh ja. Plaspauze. Plaspauze, inderdaad. We hebben waterflesjes mee, zoals je ziet. Ja, ik wil niet jou te veel zien lurken aan die fles. We moeten elke 5 minuten stoppen. Ja. Nou, dus één rechte lijn zo te zien nu. Nou, we zijn krimpen lijkt bijna uit, jongens. Oh! Yes, we gaan krimpen uit, inderdaad. Nou, we zijn het dorp uit. Hoppa. Kijk, jongens, ik moet ook zeggen, het weer ziet er nu nog lekker uit. Maar wie weet gaat het regenen straks. Zou kunnen. Je weet het namelijk nooit in dit gekke kikkerlandje. Wat een heerlijke route zo. Lekker door de poldertjes. Hey meneer. Marco. Hey Marco. Kijk, even uit de wind. Hey, had jij vroeger ook altijd zo'n beugel voor op je fiets dat je uit de wind lag? Nee, dat ik durf het niet te zeggen, maar ik heb nooit een fiets gehad. Nee, echt niet? Ik ben nooit naar de RGO gefietst. Echt? Wel school nooit? Dan op de busabonnement en daarna had ik een brommer. Oh. Ik had dus altijd zo'n lichtding, zo'n lichtsteun voor op mijn fiets en dan kon je zeg maar zo uit de wind liggen. Dat hadden heel veel mensen en die wilden, ik moest die ook hebben, want dat zag er zo chill uit. Dan kan je net, ja, zo, dan kan je net een beetje lekker rusten. Doe je zo op je telefoon? Ja. Dat mag nu niet meer trouwens. Toen kreeg je nog geen boete. Nee, ja. Daar gaan we jongens. Het eerste obstakel van de dag. De Algera-brug moeten we op. Best wel snel omhoog fietsen. Als je hier geen elektrische fiets hebt, is het niet heel lekker denk ik. Maar gelukkig. Ja, gemakkelijk dit toch? Ja? Top fietsje. Geen last van? Zo. Ja, gemakkelijk. Aanschouw. Daar hebben we hem. De brug. Nou, mooi. Zou je daar naar boven kunnen... Zo. Die heeft echt het tempo erin. Zou je hier naar boven kunnen gaan of niet? Nou, niet met de fiets. Nee, niet met de fiets, nee. Normaal gesproken rijden we dus altijd gewoon hier zo met de auto. Maar het is ook wel eens leuk om het dus vanaf het fietspad te zien zo. Oh jee, de brug die je daar in de verte ziet. Zie je die hele grote boog? Dat is de brug waar we dus straks overheen moeten gaan fietsen. Maar dan moet je ook ziek stel omhoog volgens mij. Oh jee, dit gaat nog wat worden. Je hoeft niet over die boog, hè? Je moet gewoon over dat rechte stuk. Ja, maar dan moet je alsnog omhoog. Zal ik die anders doen of niet? Nee. Kan jij die, denk je? Tuurlijk. Kan jij die? Je ziet hoe ik fiets. Ja, jij kan echt niet fietsen, gast. Dat ik fiets echt nooit. Jelle is ook die irritante fietser die dan als er een tegenligger aankomt, dan gaat hij tegen de richting in, blijft hij hier fietsen en op het laatste moment gaat hij aan de kant. It's me. Jij geeft mij mijn telefoon, maar ik wacht dat niet, want dan krijg ik straks een boete. Mooi, joh. Kijk, dit bedoel ik. Gaat hij op de andere kant van de weg fietsen? De eerste stap, jongens. Kijk eens, we moeten dus met de fiets hier zo omhoog. Gaat dat lukken? Is het niet loodzwaar? Ja, laat mij dat maar doen. Laat mij maar doen. Kom maar. Nee, dat gaat je niet lukken. Kom, eigenwijs. Ja, dan kan ik zo lekker eigenwijs zijn, hè, jongens. Potverdomme. Laat mij dat doen. Nee. Kijk, Jelle is er bijna boven. Lukt dat? Oké, ik doe hem wel. Ja, kijk. Hoppakee. Hatseflats. Laatste stukje nog. Doe jij hier wel? Ja, ik doe. Dat helpt zeker, hoor. Zo, daar zijn we. Ik wou je weghouden. Hey. Jeetje. Mijn helikopter gaat daar over. Maar dit wordt een hel. Nou, snel door, anders hebben we die tijd voor niks ingehaald. Ja, we hebben dus inderdaad al tijd ingehaald. We proberen ook gewoon een beetje tempo erin te houden. Rennen. Oh, oh. Oh, ja. Ja, ah. Ja. Ah. Ik hoop niet dat je dingen verloren bent uit je jas. De Brienenoordbrug. Hiernaast is de snelweg. Oh, dat zijn we. Normaal rijden we altijd hier gewoon. Ja, hè? Je komt dus wel echt op routes die je normaal gesproken nooit zou doen, natuurlijk. Oh. Je hoorde weer het belletje van weer iemand die er dus... Ja, dat bedoel ik, die moest er langs. Jij fietst weer aan de kant van de weg. Zo, respect hoor. Hoppa. Rennen doen ze ook gewoon. Yo, check dit. Hoe gaan we? Zo. Wow. Zo, die ding wow. Hij trilt, heel de brug trilt. Heel de brug. Wat de heck? De brug trilt gewoon. Wow, er ging een vrachtwagen over en... Oh,
tellen. Zo. Wauwie. Ja. Het droomhuis. Ja, er is een plek daar eten we altijd. Dat witte daar. Kijk uit. Wat een locatie. Oké, okay, dit is wel het gaafste waar we tot nu toe langs gefietst zijn, denk ik. Hey, dit is wel het beste tot nu toe, hè? Dit stuk? Ja. Ja, zeker. En dan moeten we straks ook nog door een tunnel. Ja, ook nog. Lekker naar beneden. Rotterdam uit. Hey, kijk wat we hier dan hebben. Ik ga mijn volgende pakken. Een pitstop. Maar wij hoeven niet te stoppen. Wij gaan door. Kost alleen maar tijd. We moeten door. Ja, de bandjes zijn nog warm. We hoeven nog niet over op de mediums, dus... we kunnen nog even. Hebben we de softbanden? Ja, die hebben we. Softshells. Waar moeten we heen? Oh ja, daar, daarin. Hier erin. En dan gaan we echt oversteek naar... Nu gaan we echt uit Rotterdam. Ja, ik zeg al een half uur, we gaan echt uit Rotterdam. Maar dat duurt nog even. Wat we wacht. Ik gaf 2 seconden de telefoon aan Jaren. En gelijk de navigatie gaat weer helemaal verkeerd, jongen. Jade? Hallo. Ja, we praten tegen jou, hè? Oh, jongen. Oké, ik ga dus nu even de fiets overnemen. We hebben namelijk bijna 40 minuten gefietst, dus het is nu mijn beurt. Nou, we hebben nog steeds 3 streepjes, kijk. Dus de accu is nog steeds helemaal vol. Hey, misschien komen we goed tot Antwerpen straks. Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ja, dan moeten we wel doorgaan eigenlijk. Ja, we gaan tot de accu leeg. Ja. Dat is de afspraak. Wij gaan straks een ziek iets krijgen. Wij gaan namelijk door de Heine-Noordtunnel. Dat is een hele lange tunnel waar ik normaal gesproken altijd doorheen ga, dus ook met de auto. Maar nu gaan we er dus doorheen fietsen. Hoe lang is die tunnel? Ik vind tunnels namelijk heel eng. Ja, ik weet dus niet hoe het is met de fiets. Volgens mij is die... Mag je er dan wel doorheen? Ja, tuurlijk. Maar daar hebben ze een apart tunneltje voor daarnaast, denk ik. Volgens mij is die maar 800 meter of zo, dus valt wel mee. Zelfs dat niet eens. Ik denk maar 500 meter. Maar het is best een redelijk grote tunnel. Let op, uitstromend water stond op het bord. Ik weet niet of ik dat erop had staan, maar... Huh? Yo! Hey! Woe! Ik sta in standje 5. Oh, we gaan bijna 40 km per uur, gast! Wow, yo! Wow, yo! Ja, hier. 42 km per uur! Kijk uit, schat. Niet trappen, niet trappen. Bijna 50! Kijk naar nou voor je! Woe! Gio, kijk voor je! Ik heb dit nog nooit gezien! Dit is ziek! Gio, recht zitten! Ik heb het koud! Oké, maar nu moeten we dus omhoog! Ja! Oh jee! Dat wordt kut! Oh jee, besef dat we zelfs harder dan die scooter gingen. Ja, we hadden de scooter gewoon in. Maar die komt ons nu wel weer inhalen hoor. Ja, dit is dan toch wat minder hè? We komen weer bijna in de zon. Even omhoog. Ja, dit is toch... Je camera staat aan de andere kant, schat. Oh. Het is toch wat anders hè, dan naar beneden. Ik vond naar beneden gaan wat leuker. We gaan nu maar 10 km per uur. Oh. Zo. Ik heb gewoon traanogen door de wind in die tunnel. Hey, dit was echt... Dit was ziek, ouwe. We zijn uit Rotterdam hebben we het gedaan. Ja. Oh. 47 kilometer. Ik zou gewoon bijna nog een keer door die tunnel willen. Ja, ik wil echt gewoon helemaal weer. Zo kunnen we hem ook opmaken. Ja. Maar dat duurt het nog langer. Ik ging volgens de scooter gewoon voorbij. Oh. Er stond niet dat we ergens heen moesten. Nee. Mochten ook rondjes, toch? Oké, jongens. Het eerste streepje is eraf. Bij ons nog niet. Bij jou zit hij er nog? Dat is best wel raar, want wij zitten met z'n tweeën. Ja. Ja, misschien omdat ik gisteren mijn boom stukje nog heb gefietst. Nou, op die. Ja, een heel klein stukje naar het dorp. Zo, we hebben 5 minuten ingehaald in die tunnel. Echt? Ja. We gaan er nu om 8. Omdat we zo hard gingen. Nog 1 uur en 3 kwartier. Lekker hoor. Naar mijn ouders is dat. Ja. En ja, de vraag is of die dan leeg is. Want dat weten we niet. Ja, want zou je voor, we redden het niet eens naar of je ouders. We moeten naar Antwerpen rijden. Ja, of we moeten door. Ja. Kijk eens wie daar aankomt. Hey, Ricciardo. Hey, onze safety car. Jullie gaan best wel snel, hè? Ja, klopt. Ik moest echt... Oh, wacht. Oh, jij gaat mee? Ja. Oh, hij moet even weg. Er staat een auto. We gaan dus in plaats van met z'n drieën nu met z'n vieren. Ricardo laat zijn auto hier staan. Yo, je moet er wel uit doen als je stopt, hè? Alle accu telt. Nou, ik weet niet. We zijn al 2 uur onderweg en er is nog steeds geen streepje af. Ja, als het echt... Nou, dit ligt zo ergens echt diep in de... Ik weet niet, ja, ik weet niet of jij tot midden in de nacht wil gaan fietsen, maar ik niet. Ga zo langs Alex. Ik laat hem expres aanstaan. Kijk, zitten we lekker op de fiets. En... Hey! Ricardo is dus inderdaad ook mee. Oh, hij is weer zakelijk aan het doen. Zakenman. Oh, met zijn bril. Wat is dan een boete?
Ja, dat is een boete inderdaad. Het staat op beeld. Het is compleet bewijs dit. Ja, dat weer verkeerd genavigeerd net. Ja, ik vraag me trouwens af of je met een camera überhaupt voor iets mag zitten. Als er geen telefoon mag, mag denk ik ook een camera. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar goed. Straks hebben wij dus weer een gave tussenstop en dat wordt de Haringvlietbrug. Dus daar gaan wij nu naartoe. Hey, zijn we ready? Helemaal klaar voor. Helemaal ready. Ik ga alle kanten op. Ready om de brug op te gaan. De Haringvlietbrug. Ik ga even in zijn vijf zetten dat hij wat meer bijhelpt, want dit is winderig hier denk ik. Kijk eens even, het water over. Check, weer langs de snelweg gaan we. Oh, hey, lekker hoor dit. Dat is mooi. Kijk uit, Rika. Oh, Rika is echt zo'nzelfde fietser als jij. Ja, wij kunnen alle twee niet ook fietsen. Gewoon midden op de weg gaan fietsen. We zijn bijna, oké. 40 kilometer hebben we er bijna op zitten nu. 40 kilometer. Jeetje, als je dat normaal zou doen zonder elektrische fiets. Au, oh, mijn voet. Zo, wat was dat dan? Oh, mijn voet kan klemmen. Mijn voet kan tegen het asfalt aan. Kijk eens. Gewoon op de snelweg. Ja joh. Oh, hey. Hey, een bruut. Een bruutjeep. Was dat precies die jij... Dat was een bruutjeep. Oh, ziek hoor. Ja. Een mooi kleurtje. Wauw. Ziek hoor. Woehoe! Yes! Hey! We zijn bijna de brug over. En dan zijn we officieel in Goeree Overflakke! En er is zojuist weer een streepje ervan af. Weer een streepje ervan af gegaan. Ja. Dus nog een pittig stukje richting Oude Tonnen. Ik heb trek in een frietje. We moeten even een tussenstopje maken. Even een pitstop. Godverdorie! Ah, ik heb zo'n houten kont, jongens. Hé. Hey. Ik ga even een reetmassage mezelf geven, want... Jelle gaat weer even fietsen. Even switchen, jongens. Jo, wil jij deze even... Kijk even mijn telefoon. Hou je het nog? Ja. Even op zoek naar een patatzaak. Nou, dit is echt de meest saaie weg die we tot nu toe gehad hebben. Het is alleen maar één stuk rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Hier mijn gradaus. Ah, hey, ik sip jullie wel. Hè? Wat schattig zo. Ik wil een keertje partner doen. Partner? Hoe vaak? Jij zegt zo vaak dat je partner ja, doet. Niet, en niet alleen met haar. Ook met Bo. Ja, met jouw vriendin. Dat jij haar achterhoudt. Ik, maar, ik vind het prima. Ik vind Sofie wel leuk. Oh, wat zei je? Ik dan met Sofie en jullie met elkaar. Ja, wij gewoon met z'n tweeën. Oh, wij met z'n tweeën. Ja. Ja, ik ben er gewoon achter gekomen dat dit echt een stuk... Ik denk niet dat ik jou dat allemaal doe. Mannen, wat een mijlpaal. 3 uur onderweg. Jeetje, jongen. Even tijd voor een vers frietje hier zo. Oh, dit ziet er even lekker uit, jongens. Hey, hoe erg waren we hier aan toe? Eet smakelijk. Ik had niet verder gekomen dan net die. Ik voel mijn benen nu, ouwe. Ja. Zo. Komt. Oh. Even lekker aan een frietje. Buikje even gevuld. Net even lekker gegeten. En ik zit weer achterop bij Jade, jongens. Zo, ik heb een inkakker. Ik ben echt gewoon zo slaap, zo te Rika. Zo, nou. Nog een stukje. We hebben nog steeds dus 2 streepjes van de 4 over. We gaan dus nu richting mijn ouders. Waar moet ik heen, rechts? Hier naar rechts, ja. Eigenlijk dus de stress die we hadden van of we het überhaupt zouden halen naar mijn ouders. Die is eigenlijk helemaal niet meer aanwezig, want we gaan het volgens mij makkelijk halen. Ik hoop alleen wel dat straks het derde streepje ook wegvalt. Want dat betekent dat we bijna op het einde zitten. Kijk. Dit geeft hij dus nu aan. 24 km per uur, nog 2 streepjes daar linksboven. Dus dan gaan we weer. Wij zijn nu de 2 lichtste, dus we gaan echt fucking hard. Oh ja. Zij fietsen even hard, hè? Jongens, Oude Tongen. Oude Tong, het mooie Goeree-Overflakke. Ik heb mijn ouders dus helemaal niks verteld. Dus Denk over. We gaan straks gewoon naar binnen fietsen. Nou, nog even. Oh, even het laatste stukje. Achterop. Hey! Nou ja, wat doen jullie hier? Zo stil! Met de fiets! Met de fiets! Nee! Ja. Echt? Ja. Ik hoor al geluiden van dat ding. Ja, we zijn met die 2 kraanbaan. We zijn om 2 uur weggegaan. Nee, we hebben er 3,5 uur over. Onderweg. Hè? Nee, we hebben er 3 uur over gedaan. We zijn wel half, toch? 3:30 zijn we weggegaan. Oh, 3:30. En hij is bijna leeg nu. Oh, no. Dus het betekent dat je dat niet gaat. Nee, de vraag is nu wel of we even een auto mee kunnen nemen. Hallo. Van mama. Maar hij is dus nog niet
leeg. Ik wou dat we konden zeggen dat we klaar waren, want eigenlijk voelt het een beetje als een eindpunt, omdat we al zo lang onderweg zijn. Maar, wij gaan niet cheaten, want wij moeten nog één streepje opmaken. Ja, ja, ja. Op naar België. Ja, op naar België, jongens. We gaan dus richting België, of we dat gaan halen, ik denk het niet, maar hey, toedeloe. Zeeland kan je nog halen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel. We zitten op de grens nu. Ja. Nou, tot ziens. Ja. Doei, veel plezier. Daar gaan we weer. Oh. Ik neem even lekker een biertje mee op de fiets, jongens. Helemaal top. Gaan we weer. Doei, doei. Hoi, hoi. Oh, jongens. Ah, ja, die kant op, die kant op. Nee, oh, niet deze kant op. Daar gaan we. De vraag wordt nu, hey jongens, de vraag wordt nu wel echt. Wie zijn fiets gaat eerder op? Ik denk deze. Ja, ik denk die voor jullie, want jullie zijn zwaarder. Weet je wat nu ook wel anders is? Nu fiets ik echt zonder doel gewoon. Nee, ja, nu is het gewoon dat ding oprijden. Gewoon dat ding oprijden. Ik denk dus ook dat die van de jongens eerder opgaat. We hebben allebei dus nog één streepje. Maar zij, ja, zij zijn zwaarder. En volgens mij ging die van hun ook al eerder naar één streepje. I believe I can fly. Rippen, rippen. Ja, nee, ik zie het even. Rippen, rippen. Rippen, wat voor Jan? Oh, dit is weer zo'n saaie lange weg. Echt zo'n Zeelandweg. Zo, die geur. Zo. Komt even een vis liggen naar boven. Ja, doe je benen eens dicht. Ja, dat gaat niet als ik aan fietsen ben. Oh, waar komen we nu dan weer uit? We gaan straks Zeeland in. Oh, jezus, ja, niet te lang. Niet... Kijk uit. Oh, we zitten nu echt op de grens van Zeeland dus. Kijk, daar heb je het. En? Heb je er nog zin in? Ja, het is wel mooi hier. Maar heb je er nog zin in? Ja, ik heb het eerste uur gefietst, maar daarna niet meer. Oh, die zet nog wel kracht op zich. Ja. Ik ben best wel moe. Het kost toch meer energie dan je denkt. Maar dit uitzichtje is wel weer mooi, inderdaad. Het is wel waard. Ja. Als ik het goed zeg, is dit precies, dit standbeeld hier, de grens van Zeeland. Dus zetten we nu in Zeeland. Hey! Van de lekker Zeeland. Van Krimpen naar Zeeland, inderdaad. Ongelooflijk. Gaan we Antwerpen nog halen of niet? Nee. Nee, hè? Ik denk het niet. Nee. Kijk, er staat een strand. Zullen we even naar een strandje toe? Ja, kom. Ja, we moeten wel door dus. Let's go. Oh jee. Oh jee. Je gelooft het niet. We zijn echt net nog een stukje verder van het stuk wat ik net filmde. En kijk eens. Hij is leeg. Hij is leeg. Hij begint te knipperen. Huh, maar hoe is die van ons dan toch eerder leeg? Wacht even. Ik ben leeg. Hé, hey, we zijn leeg. We zijn leeg. Zijn jullie leeg? We zijn leeg. Ja! Ah! We knippen naar Zeeland. En kijk eens, wij zijn leeg. Zijn jullie echt leeg? Ja, hij knippert, we kunnen niet meer. Oh, ziek. Ik weet niet waar we zijn beland, jongens. Een of andere sluis hier zo. In Zeeland. Oh. Wat een opluchting, heerlijk eigenlijk. En een mooie plek om het af te sluiten door hier even in te springen. Nou, als je dat doet, ben je mors dood, denk ik. Zo, kijk die stroming hier van het water. Oh, als je hier erin springt. Als je dus vanaf dit punt precies naar huis wilt fietsen, dan is het hoe lang? 3 uur en een kwartier. En hoeveel kilometer? 62. 62 kilometer. Non-stop fietsen, hè? Zonder pauze. Woe! Jeetje. Kijk, onze taxi. Hey. Zo, je moet wel één fiets inpassen, denk ik. Kut, dit meen je niet. Oh, hey, die man... Oh, nee, is gewoon... Dit meen je niet. Die fiets past niet in de... Dan staan ze op in Zeeland zo meteen. Dan krijgen ze niet terug, want dit is echt een grote auto. En iedereen's auto is kleiner. Dan moeten we een busje hebben om ze terug te brengen. Dat meen je niet. Ellende. Van Gent, Zwijndrecht. Oh. Ja, dit is echt heel kut. Yeah. Maar dan kunnen we beter nog bijna naar huis fietsen. Nou, deze zit erin hoor, Gio. Jij gaat lekker met de jaren romantisch. Hoorde de jaren ook wat quality time met jou wel? Hij is nog niet dicht zo hoor, dat moet je zo zeggen. Ja, kijk, voor mij kan dat. Nee. Ja, dan ik sta nog helemaal hier heen gefietst. Zonder accu. Je hebt het zelf voorgesteld. Oh. Ja. Zonder accu, we kunnen ze nu dus niet mee terugnemen. Waarschijnlijk, dus we moeten dat echt een keer een andere keer doen met een busje of zo. Dat is echt... Ja, je moeder die is er heilig van overtuigd dat die in haar auto past. Ja, nou, maar mijn moeder... Nee, dit gaat toch niet passen? Nou, dit skippen we helemaal, dat gaat toch niet lukken. Weet je wat het is?
Oké, jongens. Oh jee. Wat hebben wij net gedaan dan? Wij hebben toch op een tijd lopen. Louise is gek, jongen, passen. Oh, we hebben mijn moeder echt de hoofd lang belachelijk gemaakt over dat hij niet zou passen. Oké, Louise, even een koor. Hou wel een keer. Wat hebben wij net gedaan? Je moet nooit een vrouw ongelijk geven. Nooit. Nou ja, pas als het gelijk bewezen is. Maar past die tweede er ook op dan? Ja, maar dan andersom. Gaan we proberen. Die andersom. Ja. Nou, we kunnen in ieder geval één meenemen. Inzicht, oh, ik had het niet verwacht. Nou. Nu staan we echt allemaal voor lul. Wij allemaal zeggen dat hij niet past. Het is ongelooflijk, jongens. Doe je dat ik hier nu ga zitten? Ja, deze doos kon in het midden. Kijk, hartstikke mooi. Nou, we zitten met Bo, Ricardo en Jade hier zo. Jelle, die rijdt dus de auto van mijn moeder. Want blijkbaar passen daar wel dus allebei die fietsen. Allebei zelfs. Allebei de fietsen daarin. Het is gewoon twee richtingsverkeer. Ja. Dus eindelijk kunnen we nu dus na heel veel gezeik en gedoe op naar huis. We hadden hier geen rekening mee gehouden dat dit niet heel handig was. Doei! 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 Nee, dan niet. Nou, even Rika's auto nog ophalen en dan hebben we alles weer compleet. Nou, poh, hier stonden we vanmiddag, jongens. Jeetje, een paar uur eerder. Oh. Hoe lang hebben jullie dan gereden? Toen waren we al anderhalf uur onderweg volgens mij. Wat een dag, jongens en meiden. Niet te geloven, echt. Nooit gedacht dat ik nog zo lang zou gaan fietsen. Van mijn gezondheid, van mijn leven. Gezondheid! Ja, dit blijft trouwens ook wel lijp hoor. Dit stukje hier zo in die krant. Je moet het eigenlijk maar even checken. Ja, wat ik al zei, ik weet niet of het al online staat. En nu is het tijd om lekker naar mijn bed te gaan, want ik ben doodmoe. Iedereen is ook naar huis. We hebben nog even wat gedronken in een restaurantje. Niet gefilmd, was ik niet nodig. Maar, kijk eens, even lekker de gordijnen dicht doen. Jongens en meiden, ik ben gewoon in slaap gevallen omdat ik zo ontzettend moe was. Dus ik wil nu nog even de vlog beëindigen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het was super leuk om te doen. Hebben jullie nou nog een ander idee wat we kunnen doen? Laat het dan zeker achter. Ik wil ook nog steeds met de Ferrari natuurlijk tot de benzinetank leeg is. Maar, jongens en meiden, morgen om 6:30 is er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken nogmaals. En later!